Het beperken van het sociaal contact tijdens deze COVID-19 pandemie moet niet leiden tot het niet onderhouden van contacten. Donovan Isselt, arbeidsorganisatiepsycholoog, haalde gisteren in het COVID-19-journaal van de overheid aan dat in deze periode het delen van emoties en ervaringen belangrijk is. Het gebruiken van social media kan volgens Isselt een grote bijdrage leveren om te weten hoe om te gaan met deze COVID-19-situatie. Behalve het gebruik van social media is het ontplooien van activiteiten ook belangrijk om deze periode te overbruggen, zegt Isselt. Wat voor activiteiten nou? Je kan maar een stevige biggie smappelkoe afdraaien en je danst maar, weet je, je zingt mee. Maak je niet druk als het regent, dat is niet binnen je invloedssfeer. Je bent lekker thuis in je kamer bezig te dansen. Je kan yoga sessies doen, meditatie, spirituele activiteiten, bewegingsoefeningen, weet je, lekker gymmen. Kijk, als ik kijk naar mijn eigen buik, dan moet ik dat ook beginnen te doen, want die quarantaine brengt ook met zich mee dat je veel gaat eten. Maar in principe moet je ook dan gaan bewegen. En sowieso letten op je voeding. Net wat ik zei, je bent gauw geneigd te gaan naar die ijskast. Die ijskast wordt ook moe van jou. Ja? Probeer dan ook gezond te eten, omdat dat ook van invloed is op je slaappatroon, op je gezondheid. Want dat hebben we nodig, hè, om ons weerbaar te houden tegen COVID. Dat we gezond eten, letten op onze immuunsysteem. Dat niet wordt aangetast, zodat we gezond kunnen blijven. Isselt haalde verder aan dat het ook belangrijk is om te weten welke emoties we ervaren. Hij raadt aan dat wanneer wij een bepaalde emotie ervaren, er een betekenis aan wordt gehecht. Waarom voel je je boos op dat moment? Ja, waarom voel je je eenzaam op dat moment? Waarom voel je je verdrietig op dat moment? Wanneer je het een betekenis hebt gegeven, dan kan je ook een aanpak eraan koppelen. Oké, ik voel me boos omdat ik niet naar het werk kan gaan zoals ik dat wil doen. Maar wat kan ik doen dan? Misschien kan ik iets van huis uit doen. Weet je, dus als je die emotie een betekenis geeft en beter begrijpt waarom je het ervaart, dan kan je ook een aanpak verzinnen van, hey, hoe kan ik ermee omgaan? Weet je, en dat maakt dat je die negatieve emoties die je ervaart, dan kan omzetten in positieve emoties. Je kan ook bijvoorbeeld een dagboek bijhouden. Waarvoor ben je dankbaar elke dag? Je kan beginnen met één ding. Want voor sommige mensen is het een beetje moeilijk om na te denken waarvoor ben ik dankbaar. Maar het kan heel simpel zijn. Je kan iemand hebben geholpen van de winkel om die boodschappen te sjouwen naar de auto. Dat is al iets. Je bent dankbaar dat je iemand hebt geholpen. Weet je, en dat draagt dan ook bij naar een positieve instelling. Want we hebben een positieve instelling nodig te midden van deze hele situatie waarbij je hoort dat zoveel mensen sterven aan COVID. En dat zoveel mensen positief worden, anderen zijn niet te traceren. Dus al die negativiteit eromheen moeten we dan proberen om te zetten in een positiever daglicht. Donovan Isselt, arbeidsorganisatiepsycholoog. Hij sprak gisteren in het COVID-19-journaal van de overheid. Emoties en ervaringen delen in deze COVID-19-pandemie is belangrijk volgens Isselt.